Lokidoki, allemaal superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb weer een opruimvideo voor jullie en ik weet dat mensen opruimvideo's altijd heel erg leuk vinden. Genieten van andermans leed. Leedvermaak, nee grapje. Ik bedoel, ja weet je, je kan er ook tips uithalen en zo. En het is weer ernstig, er zit officieel in de basis wel een indeling in. Handdoeken, washandjes, hemden, BH's, sokken, ondergoed, medische apparatuur, bloeddrukmeter, saturatiemeter en dingen om te kunnen slapen, magnesium en melatonine en zo. Maar ik wil het gewoon allemaal even wat netter ingedeeld hebben en die onderste laag is nog verschrikkelijker. Maar ik wil ook alle elektrische apparatuur en de slaapspulletjes allemaal in de onderste laag, dat ik het echt alleen voor textiel kan gebruiken. En let op, dit is nog ernstiger. Oh, dat had ik ooit zo mooi geordend. Maar ik denk dat ik hier ook gewoon een heel groot deel van weg moet doen, omdat ik het gewoon niet gebruik. Of dat het naar boven moet in mijn backup ladekastje, mijn, ja, mijn beauty stash, zal ik maar zeggen. En dan moeten ook gewoon dingen van weg. Dat denk ik ook. We gaan gauw beginnen. Ik ga beginnen met alles hier eruit te halen. Ik heb bakjes gekocht. Die zag je in mijn Action Shop blog. Hier heb ik al een bakje gebruikt voor daaronder. Daar zitten mijn haarelektronica in. Dus mijn föhn en mijn steltang en mijn warmteborstel en zo. En misschien dat ik er nog wel iets bij moet halen. Maar ik denk dat dit ja, misschien wel gewoon prima is. Voor de bovenste laag voor het textiel. Ik ga alles er even uithalen. En even eerst dit stofzuigen, want ik heb hier gisteren nog gepoetst, maar er liggen alweer wat dingetjes en dan kan ik het matje mooi gebruiken om de spullen op te leggen. Zo, ik leg even alles op mijn matje. En ik vind het, ik denk dat ik de BH's en het ondergoed in de bakjes ga doen. Of de BH's en de sokken bedoel ik. En dan kan ik dit ook weer een keer netjes opvouwen, dat het allemaal weer goed ligt. En alles wat niet textiel is, wil ik uit deze la weg hebben, dus dat leg ik even allemaal op de wasbak. En ik was nog wel hier een bloedsuikerapparaatje. Ik ben pleger, dus ik heb alles op voorraad. Zo, dan ga ik dit maar eens even stofzuigen en een doekje doorheen halen. Lijkt me geen overbodige luxe. It's clean. Ik denk dat ik maar eerst even in de bakjes een indeling ga maken. Of ga kijken hoe die bakjes in de ladekast passen. En misschien dat ik ook wel wat sokken, want ik heb boven in mijn kledingkast ook nog een lade met sokken en ondergoed en zo. Maar ik heb hem hier naartoe verhuisd, omdat ik graag ook in mijn badkamer textiel wilde hebben. En dan kan ik, als het niet past, nog even daar naartoe verhuizen. Isn't it perfect? Dan kunnen hier misschien ook de haardingetjes los langs. En dan hier de handdoeken en de washandjes nog. Want ik heb ook nog van die haarhanddoeken, zou ik maar zeggen. En een haarding om een maskertje mee te doen, dat je haar niet in de weg zit. Dit gebruik ik alleen met carnaval. Dat zijn van die knalroze sokken, dus die gaan naar boven. En dan doen we hier gewoon even deze. Dit zijn eigenlijk meer bedsokken. En dan doe ik de rest wat hier niet meer in past. Gewoon in mijn kledingkast. En dan kan ik het er zo uithalen als het dreigt leeg te raken. Of ik moet, ja, uiteraard, je was het ook een keer. Want twee van die bakken, ja, dat is niet handig. Want dan heb ik niet genoeg ruimte meer. Of hier die sokken er los bij. En dan heb ik wel twee bakjes met sokken. Dus eigenlijk ook niet. Of ja, twee dingen met sokken. Maar ja. Sokken gebruik ik echt letterlijk iedere dag schoon. Iedereen, denk ik. Ondergoed ook. Maar dit bakje is natuurlijk kleiner dan daar. Er past meer ondergoed bij. Denk er nog even over na. Ja, of ik moet er een tweede bakje bij halen. Ik heb wel nog zo'n bakje. Die heb ik gekocht voor de kraamhand van de puppy van mijn collega. Maar die kan ik natuurlijk gewoon nog eentje bij halen. Misschien dat ik dat wel gewoon moet doen. Dat ik nou de sokken er even tot daar aan toe los inleg. En dan kan ik daar de haarhanddoeken in leggen. En deze komt van de Body Shop. Deze weet ik volgens mij uit de Steltone Box. Dat is zo'n haarhanddoek. En dan heb ik er nog eentje in gebruik van Hairlust. En eentje zit in de was van Hairlust. En dan gaat deze er mooi op. Deze vind ik zo cute. Volgens mij zat hij in de adventskalender van Balea. Dit is toch echt wel een stukje netter. Ik weet dat het voor sommige mensen nog veel netter kan. Maar voor mij is dit gewoon goed. Weet je, ik moet kijken naar mijn persoonlijke referentie. Wat vind ik goed? En dit vind ik goed. Dit viel nog om te doen, maar nou dit. Dit vind ik veel lastiger. Er ligt sowieso ook ondergoed in wat er gewoon helemaal niet in hoort. Ik denk dat ik maar gewoon even alles eruit ga en per product ga bekijken. Wil ik het houden, wil ik het gebruiken of wil ik het weggooien, dan wel weggeven. En ik denk dat we maar gewoon moeten beginnen en niet over nadenken, want dan lukt het niet. En deze spullen moeten daar ook nog bij. En ik denk dat dat wel gaat lukken als ik wat dingen wegdoe. Terwijl ik het eruit haal, ben ik ook al meteen een beetje aan het sorteren. De sokken bij elkaar die er niet in horen. De haarproducten doe ik allemaal daar in dat bakje. En zo on en zo on. Gewoon een beetje tijdens het, ja, opruimen al.
En dit is ooit begonnen volgens mij als een bakje voor tanden. Maar daar zit nou weer van alles in. Tanden, nou, die ligt hier al gewoon te lang in de stof. Dus die gaat gewoon weg. Die bokkenpootjes kan ik nog wel gebruiken. Maar ik moet allemaal gewoon even een gestructureerd plekje krijgen. Pincetten kom ik echt in om. En ik heb ook twee tweezermensen die ik gewoon veel fijner vind. Dus deze moet ik gewoon afscheid van hebben. Je moet gewoon keuzes maken. Deze gebruik ik heel graag om mijn natte haar, om mijn haarborstel schoon te maken. Dus die ga ik bewaren. Maar die moet dan ook gewoon ergens een plekje krijgen. Misschien wel in het bakje waar ook die haarborstel in zit bijvoorbeeld. Nou, dit is een nieuwe bakje tandenspullen. En daar kunnen dan ook de tandpasta's bij. En die ga ik gewoon maar uit het karton halen, denk ik. En dit, ja, je ziet dat het ooit als zo'n bakje begonnen was. Want er liggen ook allemaal tandspullen omheen die gewoon niet meer past. En dan heb ik het daar maar gewoon neergelegd. Zo zit ik in elkaar. Misschien moet ik de tubes maar gewoon los ernaast leggen. Want dat gaat allemaal niet meer passen. Ik heb er twee van Crest. Deze vond ik nog bij mijn ouders. Daar ben ik heel blij mee. Eentje van Advanced White. Dat van Arm & Hammer. Dat is in Engeland te koop. Maakt ook je tanden echt witter en blend en mat. Dat is een dupe voor Crest, maar ik vind het niet zo goed. En een goede nieuwe tandenborstel, tandenstokers. En dit is allemaal, nou, dit is afval. En dit ja, wil ik er ook bij hebben, maar ik denk dat ik de tubes maar losleg. En dan ga ik denk ik gewoon maar per, mijn plannen zijn even gewijzigd, per bakje gewoon het klaarleggen. En dan kijken hoe ik het in ga delen. Dit werkt niet. Het zijn slaaptabletjes voor, ja, voor rust. Nou ja, het werkt niet bij mij. Dus die ga ik weggooien. Dit is Hars. En die heb ik laatst nog gebruikt. Maar die was gewoon te oud. Die heb ik ook al 3 jaar. En ook best behoorlijk gebruikt. Maar de, ja, die moet dus helaas ook weg. Dat is van zo'n pannetje waar je op het fornuis kan zetten. Het werkt heel goed om te harsen. Maar ja, het is te oud helaas. Dit was ooit in een grijs verleden mijn ontharingsbakje. Maar ik wist niet eens meer dat ik het had. Oh, er zitten ook oorbellen in die er niet in horen. Ik denk maar dat ik het even allemaal uit de verpakking ga halen. Behalve dit. Maar dit heb ik eigenlijk ook gewoon al nog nooit gebruikt. Bij, dit is voor je bikinizone. Maar ik ga het wel proberen. En dan denk ik dat ik dit maar allemaal gewoon even loshaal. Uit de verpakking halen en dan los in het bakje leg. En dan die oorbellen gaan naar boven. Want daar horen mijn oorbellen. Ik merk dat ik er 2 dingen tegelijk aan doe, want ik was hier nog niet mee klaar, maar ik pakte het volgende al uit. Dit is het opladen van mijn elektrische tandenborstel en die vind ik echt heel fijn. En die leg ik denk ik maar naast mijn tandenspullen neer. Misschien kan ik het er nog, nee, dat wordt ook zo rommelig ertussen stoppen, maar dat gaat hem niet meer worden. En deze dingen gaan boven in mijn skincare laden, in mijn ladekastje met backup en mijn stash. Hoort hier niet. En dit zijn voetenmaskers. Eigenlijk wil ik die vanavond wel eentje gebruiken. En de ander gaat dan in het kastje wat op mijn badkamerrand staat. Daar zitten allerhande maskertjes en verwennende dingen in en zo. Dus dat, dan, ja, ik doe het even voor allebei nu in dat bakje. En dan is het in ieder geval hier weg. En hier zitten scheermesjes in reserve van Ballet en van Trekpleister. Die van Trekpleister vind ik heel fijn. Dat is deze. Alleen ben ik de houder ervan kwijt, zeg maar de basis. Dus die moet ik een keer opnieuw halen, want dat is echt wel waar. En ik denk dat ik die ook wel in 1 bakje erbij kan doen. Dat alles voor de ontharing daarin zit. Deze gaat onder het gootsteenkastje, want daar staan al mijn handzeep. Ik heb net even geroken en hij ruikt nog prima, dus hij is nog helemaal goed. En van deze lipbalsems ga ik alleen de gekleurde lippenbalsems bewaren. En ik denk dat ik daar ook nog wel een kleiner bakje voor moet hebben. Dat het niet in zo'n bakje is. Want deze zijn gewoon te oud en niet meer goed. En dat is echt heel erg zonde. Ik heb vooral die van EOS best fors gebruikt. Maar ja, ze zijn gewoon niet meer goed. Dus ze moeten gewoon weg. En die van Balea zijn ook niet meer goed, denk ik tenminste. Die heb ik al veel langer. En deze heb ik net even allemaal gecontroleerd. En die ruiken nog allemaal prima. En die zijn ook nog niet zo heel oud. Kijk, dit is een perfect klein bakje ervoor. Die komt volgens mij komen die van de Vibra. Die had ik in zo'n setje gekocht ooit. En deze moet ook echt weg. Dit is een kwastenzeep. Een soort van scherenzeep. En ik vond hem eigenlijk heel fijn, maar hij is gewoon echt te oud. Hij moet gewoon weg. En ik heb nou intussen deze. Die heb ik ooit bij de medicamenten die grenzen gekocht. En die is ook heel erg fijn. Ik ga hier alle medische dingetjes in doen. De pleisters en zo. Die heb ik ook weer nodig veel. De slaaptabletjes misschien erbij. De valeriaan en de hele rattenplan. Zo, hier al mijn medische dingetje in. Die medicijnen, die potjes moet ik er dan maar even los naast zetten. Mijn thermometer, mijn thermometer van op tong of rectaal natuurlijk. Saturatiemeter en mijn COVID-testen. Ik heb die laatst gebruikt omdat ik dacht dat COVID was, omdat ik mega verkouden was. Maar dat was gelukkig niet zo. En dan kan dit ook in zijn geheel erin. En dan heb ik dus eigenlijk gewoon ja, bakjes in zijn geheel die ik erin kan zetten.
Zo, dit zijn de medische dingetjes. Die handschoenen gebruik ik vaak om te poetsen. En de lippenbalsems en een deodoekjes en een beetje de eenlingen, zou ik maar zeggen, die niet echt bij een categorie horen. En dan ga ik even kijken wat ik verder er nog, hoe ik het neer ga zetten. Zo, de potjes passen hier heel mooi in. Dit is magnesium, gebruik ik vooral als ik uit ketose ben, want ik ben bezig met keto-dieet. En dan weer inkom dat ik, magnesium kom in de tekort, melatonine, die ik eigenlijk niet meer gebruik, omdat deze sterker is. Maar als die op is, ga ik die weer gewoon gebruiken. En dan pak ik maar wat meer. Zink gebruik ik vaak als ik verkouden ben. En dit is, CBD-olie. Merk ik ook niet echt dat het werkt. Maar ik heb zoiets van, baat het niet, dan schaadt het niet voor het slapen gaan. Zo, dit is toch eigenlijk wel een beetje netter georganiseerd dan het was. Ik weet dat er mensen dit nog steeds een rommel vinden. Maar echt, voor mijn doen is dit gewoon heel erg netjes. Ik ben eigenlijk best wel tevreden. Het is in ieder geval weer een beetje ordelijk. Weet je, dat je weet waar wat ligt en dat je ook weet wat je hebt. Dat vind ik wel belangrijk. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal voor meer van dit soort video's, want ik ruim geregeld iets op. Het blijft niet lang opgeruimd, maar ik ruim het wel op. Wil ik je bedanken voor het kijken en graag tot de volgende video. Doei!